Vandaag zijn we in Amsterdam voor een interview met regisseur Leo van der Zande en hoofdrolspeler Thomas Kammer van het toneelstuk De Avonden. De Avonden is eigenlijk een boek dat geschreven is door Gerard Reven. Dat gaat over de naoorlogsperiode in Nederland. Het boek wordt omschreven als een klassieker, maar ook als somber en eigenlijk zelfs depressief. Het gaat over een jongen en zijn ouders. En hoe oud is die jongen? Die jongen is 23, maar hij lijkt wel wat jonger. Dus hij worstelt echt met zijn vader en zijn moeder. Hij is echt op zoek naar wie ben ik nou eigenlijk? Waarom leef ik? Dus het is echt iemand die het niet goed met zijn ouders kan vinden, omdat hij nog niet precies weet wie die nou is. En die daar zijn humor aan ontleent. Dus ik denk dat het heel herkenbaar is voor hem. Kom allemaal naar De Avonden, want het is niet alleen een hele mooie voorstelling, maar ook een hele grappige voorstelling met heel veel zwarte humor.